Marieke Heineken en ik werk als onderzoeker in opleiding bij het UMC in Amsterdam. Ik werk op stap. Onderzoek naar cellen van het immuunsysteem. En je immuunsysteem bestaat uit witte bloedcellen die ervoor zorgen dat ze bacteriën en virussen die je lichaam binnendringen, dat ze die aanvallen en op kunnen ruimen. Soms vallen je witte bloedcellen echter ook je eigen lichaam aan en dit kan dan leiden tot ziektes zoals reuma. Ik probeer om te begrijpen wat er in deze immuuncellen gebeurt tijdens auto-immuunziektes, zodat we dit kunnen stoppen, zodat we nieuwe behandelingen kunnen ontwikkelen. De immuuncellen uit het bloed. Omdat de componenten van het bloed allemaal een andere dichtheid hebben, kun je ze van elkaar scheiden. Bovenin komt het bloedplasma, dan de witte bloedcellen en onderin de rode bloedcellen en een speciale soort witte bloedcellen, namelijk de neutrofielen. Als ik de witte bloedcellen heb geïsoleerd, kan ik er verschillende stofjes aan toevoegen om te kijken hoe ze reageren. Ook kijk ik naar het weefsel van patiënten om te kijken welke bloedcellen en welke stofjes er aanwezig zijn. Van mensen met een bepaalde blarenziekte op hun huid hebben een crème ontwikkeld waarin stofjes zitten die de immuuncellen remmen. De immuuncellen vallen daarom niet meer je huid aan en daardoor hebben de patiënten minder blaren. Ik vind het super interessant om te kijken hoe het immuunsysteem werkt. Want hoe kan het bijvoorbeeld dat je lichaam wel een bacterie herkent en opruimt, maar een stukje wortel niet? En wat gaat er mis tijdens kanker als je immuuncellen de tumorcellen niet herkennen? Als we begrijpen hoe dit werkt, dan kunnen we hopelijk nieuwe therapieën ontwikkelen. Het leuke aan de wetenschap is dat je een hele moeilijke vraag in kleine stukjes kunt hakken en dat je dan experimenten kunt bedenken om deze vraag te beantwoorden. Elk experiment is daarom ook spannend en levert weer nieuwe vragen op. Wil je meer over mij weten of over mijn onderzoek? Neem dan contact met mij op.